loop hier op de stadswal van Gorinchem. Op de achtergrond staat de grote toren, gebouwd in de 15e eeuw, bijna 70 meter hoog en 1,5 meter uit het lood aan de onderkant. In de buurt van de toren, waarschijnlijk in de Boerenstraat, is de schilder geboren waar aflevering 3 van de serie Bert Biemans en de Oude Meesters over gaat. In deze aflevering 3 gaan we het hebben over de schilder Abraham Bloemaert, die in Gorinchem geboren is. Er zijn een drietal onderwerpen. De eerste is zijn geboortejaar. Dat is nog steeds heel onzeker. Er wordt gesproken over 1564, over 1566. We weten het niet precies. Het tweede onderwerp gaat over de toeschrijving van een schilderij van hem. Daar is ongeveer 2 jaar overheen gegaan om duidelijkheid te krijgen. En het derde onderwerp gaat over een viertal schilderijen die allemaal in de eerste helft van de 17e eeuw gemaakt zijn door Bloemaert en die veel overeenkomsten hebben. Hoe zag Abraham Bloemaert eruit? We zien hier een geschilderd portret van hem uit 1645. En het is een aardige man. Hij ziet er vriendelijk uit en ook van zijn geschriften was het ook een vriendelijke man. Het schilderij is niet gesigneerd. Er zit wel een koperen plaatje op de onderkant van de lijst met de naam Abraham de Vries, 1590 tot 1650. Maar dat is later aangebracht, in ieder geval na 1650, omdat zijn sterftejaar wordt vermeld. De Vries was portretschilder en woonde in 1645 in Den Haag. Het is echter onwaarschijnlijk dat het schilderij aan de Vries toegeschreven kan worden. De Bloemaert-deskundige Dr. Marcel Reudersberger, oud-hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Genève, en Dr. Martian Bok, universitair hoofddocent kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, schreef in 1993 dit schilderij, wat ze overigens niet gezien kunnen hebben, toe aan een onbekende Utrechtse schilder. En dokter Jan Bolte, eveneens een Bloemaert-deskundige, gaat in 1993 vanuit dat waarschijnlijk zijn zoon Hendrik Bloemaert de maker van het schilderij is. Het is lange tijd onbekend gebleven waar dit schilderij zich bevond, tot het een aantal jaren geleden werd aangeboden op een veiling in Duitsland, als Hendrik Bloemaert, portret van de schilder Abraham Bloemaert. Ik ben ook trots dat we dit schilderij in de geboorteplaats van Bloemaert kunnen tonen. Hier in de bovenhoek aan de linkerkant staat Etatus 82 anno 1645. Dat wil zeggen dat in 1645 Abraham Bloemaert 82 jaar is. En dat betekent weer dat hij in 1563 geboren zou zijn. Nu is er veel onderzoek gedaan naar zijn geboortejaar en de uitkomsten zijn 24 of 25 december in 1564 of 1566, waarbij men neigt naar 1566 als het juiste geboortejaar. Algemeen wordt aangenomen dat Bloemaert op kerstavond is geboren en dat wil zeggen op 24 december. Hoe moet ik nu 1566 rijmen met de vermelding boven in het schilderij? Kon de schilder niet rekenen? Is hij foutief voorgelicht? Of heeft hij toch gelijk, zeker nu we aannemen dat Hendrik Bloemaert, zijn zoon, het portret heeft geschilderd? Laten we eens kijken naar 2 tekeningen van het portret van Abraham Bloemaert op perkament. Op een tekening van het portret van Bloemaert dat zich bevindt in het Fitzwilliam Museum in Cambridge staat Etatus 82 anno 1648, dus niet 1645. Maar deze tekening is gebaseerd op het schilderij van Hendrik Bloemaert uit 1645. Vandaar de leeftijd 82 jaar, die de tekenaar heeft overgenomen. Maar hij is dus later gemaakt en wel in 1648. En daarom kan er geen geboortedatum van afgeleid worden. Op een tekening van het portret van Abraham Bloemaert uit 1650... dat zich in het Scottish National Gallery in Edinburgh bevindt, staat Etatus ofwel 87 jaar en dat komt overeen met 82 jaar in 1645 wat op het schilderij van Hendrik Bloemaert staat. Op basis van deze 2 tekeningen
en het schilderij van Hendrik Bloemaert zou men kunnen concluderen dat 1563 of misschien 1564 de geboortedatum van Abraham Bloemaert is en niet 1566. Het zal verlopen van een raadsel blijven wanneer Abraham Bloemaert geboren is, totdat het definitieve bewijs boven water komt. Hij is wel oud geworden. Toen hij in 1651 in Utrecht overleed, laten we zeggen ongeveer 86 à 87 jaar, en dat is medio de 17e eeuw een ongelooflijk hoge leeftijd. Wat wel zeker is, dat hij in Gorinchem geboren is. Maar waar precies, dat weten we niet. Ergens in de Boerenstraat.